Bomenkenners hebben ons al verteld in nette woorden dat we belazerd worden. En wij voelen al jaren dat dit niet kan. Maar ja, wij zijn leken. Ik ben gewoon een peuterjuf. En iemand anders is weet ik veel wat. En hoe moeten wij nou weten waar en wat? Ja, 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 ze zullen het wel weten. Nou, ik heb het al in de gaten. Ze weten het helemaal niet. Als je rücksichtloos bomen gaat kappen, dan houd je een steenwoestijn over aan parkeerplaatsen. En meer niet. En dan heb je een onleefbare stad. Want de stad is meer dan mensen, auto's, voorzieningen en parkeerplaatsen. Nou, kijk, hier zijn vorig jaar 25 van zulke bomen gekapt. Illegaal. Er is geen boete uitgedeeld of helemaal niks. En nou gaan ze er weer, praten ze weer over of je niet een nieuwe parkeerplaats kan komen. En ik heb het idee dat alles wat natuur is, langzaam wordt opgeofferd. Er worden overal bossen gekapt. En er is heel veel provinciaal en landelijk aandacht dat er heel veel bomen moeten aangeplant worden. Maar daar zien wij helemaal niks van. Dus doen we het zelf, toch? Ja, want in Brussel, daar zegt Timmermans nu, ja, er worden 2 miljard bomen geplant in heel Europa. En Rick Grashoff belooft 2 miljoen bomen in Nederland. Maar ja, waar die bomen dan geplant worden, dat weet ik niet, want hier worden ze alleen maar gekapt. En dat is ook het onderliggende van al deze acties. Ik bedoel, kom op. Waarom bomen kappen als we bomen willen planten? Nou ja, dit verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs. De Boomstichting is best wat gewend, maar 236 bomen weghalen in een gebied. En dan alleen maar vertellen dat er bomen worden weggehaald, maar geen aantal noemen. Ja, dat is echt schokkend. Nou, ik kan nog geen nesten ontdekken. Maar je zult maar een vogel zijn, hè, in het broedseizoen. En dat er dan gekapt gaat worden. Want dat is wat hier gaat gebeuren als Staatsbosbeheer zijn zin krijgt. Ach, ik ben zo verschrikkelijk boos, meneer. Het is echt te gek voor woorden. En waarom? Die weg hoeft hier helemaal niet te komen. Kijk dan naar die oude knoepers. Die worden straks omgezaagd voor onze auto's. Ja, waarom is dat historisch? Omdat we hier met z'n allen staan. En we staan hier natuurlijk niet zomaar. We zien dat de stad steeds meer wordt aangetast in het groen. En alhoewel daar vast zonder twijfel soms hele valide redenen voor zijn, zeggen wij hier op deze plek, ho even, want zo gaan we dat niet doen. 4000 bomen! Er is al zoveel verdwenen. Ik vind dat we ons met hand en tand moeten verzetten. Het is gewoon moord, hè? Ik heb er echt bij staan huilen. Want je ziet die bomen mooi uitkomen en dan in één keer, hup, weg. Ja, dat is eigenlijk wel droevig, ja. Mijn vrouw heeft echt een traantje gelaten, ja. Ja, de gemeente heeft wel laten weten, er komt verandering aan. Maar dat ze allemaal alle bomen weg gaan halen, dat is echt vreselijk. Ja, ik heb die bomen natuurlijk zien groeien en ik snap dat er een bestemmingsplan is. En dat er een herinrichting moet plaatsvinden. Maar dit is erg rigoureus, ja. Ja, het is verdriet. Het is echt verschrikkelijk. Dit is kapotmaken is dit. Dit is gewoon moord van de bomen. Ja. Ja, ik vind het wel ernstig dit. Wat ben je aan het doen daar boven? Deze boom die gaat om. Dat kan niet. Dat is misdadig. Hij gaat gewoon niet om. Het is toch echt ongelooflijk dat deze boom, hoe lang staat hij hier al? 80 jaar? We gaan ervoor dat hij niet omgaat. Die maakt plaats voor beton. Ja, alles wordt hier beton. En wie doet je daar wat tegen? Dat is toch echt idioot? Jij blijft zitten. Ah, ja, tot de kettingzagen komen. Hè? Ik bedoel, het gaat erom. Willen we een wereld met beton? Of willen we een wereld met groen? Nou, ik strijd voor dat laatste. Ik vind dat er in het hele proces gewoon heel veel fouten zijn geweest eigenlijk. En nu ook met verschillende rapporten en nu in het broedseizoen. En ja, er gebeuren dingen die niet zouden moeten gebeuren. En dat vind ik gewoon
Ik ben daar gewoon op tegen. En ik vind dat deze bomen gewoon moeten blijven. Nou, ik vind dat waardeloos. Schandalig eigenlijk. Want het is een ontzettend mooi stukje groen Amsterdam wat we hier hebben. En volgens de plannen van de gemeente moet dat dan verdwijnen. Terwijl volgens mij en de omwonenden hier ook er genoeg mogelijkheden zijn om de plannen van de gemeente op een andere manier op te lossen. Ja, als je kapt, dan verlies je ijsvogels en eekhoorns. Je verliest nachtegalen, vleermuizen. Nee, het is nog geen gelopen race. En we blijven de mensen ervan bewust maken dat dit niet de weg is. Ze doen niks qua inventarisatie per jaar. En dat vinden we echt heel raar. Dat is de basis, dat wat je moet doen. Je moet weten in hoeveel jaar hoeveel bomen er zijn gekapt en hoeveel bomen er zijn geplant. Want als je dat niet doet, dan heb je dus geen idee van hoeveel je verliest. En in tijden van deze klimaatverandering zijn bomen dus juist heel belangrijk om voor te vechten. Want als je kapt, hè, bomen leveren zuurstof en ze kunnen CO2 vastleggen. Maar als je kapt, dan maak je het huidige probleem alleen maar erger. Nou, het hele gebied hierachter staat op de nominatie om gerooid te worden. Op een enkele boom na. Dat is echt onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Ja, hier in het voortrein, daar willen ze ook een flink aantal gezonde bomen kappen. Dus ze willen er gewoon helemaal een open trein van maken. En dit is een belangrijke vleermuisboom, hè? Hier zijn in de zomer zijn hier grootoorvleermuizen uitgevlogen uit de voormalige spechtengat. Ja, en dit is dan toevallig geen S, maar de belangrijkste bomen voor vleermuizen, dat zijn essen. Het zou echt een ramp zijn voor de vleermuizen als dit bos wordt aangetast of zou verdwijnen. Wij hebben gevraagd, schrijf een brief aan de gemeente als je de bomenkap niet wil. Nou, het stroomt vol. Echt, de ene brief naar de andere komt binnen. Want wij vragen dan een kopie en dat gaat de hele dag door. En daarom ben ik ook hier, want je moet het wel goed warm houden hoor. Want wat hier te gebeuren staat, dat is niet terug te draaien wat ze hier willen doen. Want die kap, dat kappen, dat is niet terug te draaien. En dat is zo erg. Die 8000 bomen die hier staan, die moeten blijven! Yay! Als bomen en ook dieren een naam hebben, dan hebben ze bestaansrecht. En dan hoop ik dat ze mogen blijven leven en niet zomaar omgekapt worden. Dus ik zet mijn naam erop. Ik heet Annie. Arnold, de naam van mijn vader. Dit is een hele mooie boom, dit. Dus echt, ik begrijp niet dat dit allemaal gebeurt. Nou, ik vind die actie nodig, mevrouw. Het is diep triest dat dit kan gebeuren in Nederland, helaas. Sinds 1984 zijn er 350 bomen gekapt. En nu moet het bos er ook aan geloven en 1000 bomen. Om een paar windmolens neer te zetten van 165 meter hoog. Het is diep triest. Ik schaam me rot. Dat dit kan gebeuren in een land als Nederland. Het is wel tijd voor actie, hè? Nou, het is zeker tijd voor actie. En ik vind het heel keurig wat de mensen hier hebben gedaan achter mijn rug. Ik weet nog niet wie het heeft gedaan, maar ik sta er echt 100% achter. Ja. Er wordt hier dus herbestraat en dus eigenlijk herindeeld. En daardoor moesten 6 mooie bomen gekapt worden. Dus daar ben ik fel op tegen. Dus ik dacht, ik wil er toch wel iets tegen proberen om het tegen te gaan. Nou, iedereen zegt, ga maar weg. Lukt niet. Maar hier stonden dus
6 prachtige, mooie, grote bomen, we gaan gewoon weg. En wat komt er voor terug? 2 plantenbakjes en 2 bomen. Nou, tja, ik denk dat ik zo meteen maar opstap. Maar dan heb ik in ieder geval alles gedaan wat ik denk dat in mijn vermogen ligt. Tja, gewoon laten staan, die bomen. Waarom? Nou, omdat ze mooi zijn. Ze zijn niet rot. Ze zijn niet ziek zo te zien, dus ja, gewoon laten staan. Het is echt een beetje schandalig. Waarom er zoveel bomen om moeten terwijl ze niet ziek zijn of wat dan ook. Elke boom die moet verdwijnen is er 1 te veel. De afgelopen jaren zijn er per jaar duizenden, honderden en duizenden als niet meer zijn bomen zijn er verdwenen. Dat is dus die noodzaak zorgt er dus voor dat deze bomen hier moeten blijven staan. Ook niet een vervangingsplan waarop we kleine boompjes terugkrijgen voor grotere bomen die onze luchtkwaliteit verbeteren, onze gezondheid en wat die allemaal meer zijn. Dus die noodzaak, die is er. We houden het nu, we houden het nu, we houden het nu, blijf er vanaf. We houden het nu, we houden het nu, we houden het nu, blijf er vanaf. We moeten echt wakker worden met z'n allen. Want parkeerplaatsen, dat kan niet meer ten koste van bomen. Het is echt heel naar dat dit gebeurt. En vooral ook heel verdrietig voor de bomen. Want dit bossysteem, dat werkt hier allemaal samen. Je gaat een open wond maken. Eigenlijk, in de bosrand. Want wat we vroeger hebben geleerd op school, dat heet een bosrand. En het begint laag en dan steeds hoger. En je ziet geen hoge beuken pal aan de rand staan. Want die hoge bomen hebben ook weer die beschutting van die gesloten rand. Dus ja, je maakt eigenlijk een wond in de rand. En de wethouder die heeft de wettelijke opdracht om dit bos te behouden. Zo'n bossysteem en de contouren. En ja, dat gaat niet met dit ontwerp. Nee. Kappen met ziek beleid! Cultuur bewaren! Kappen met ziek beleid! Schandalig dat dit de oplossing moet zijn voor dit probleem. Maar waarom in godsnaam de gemeente direct in het hele park, waar lang geen wortelopdruk uit de grond komt, 41 bomen moest rooien? Dat is echt... Wij zijn woest, furieus en verdrietig. Wat gaat er door je heen dat je denkt, ik ga gewoon in een boom zitten? Ja. Ja, teleurstelling eigenlijk. Teleurstelling en een beetje verdriet dat... Dat na 50 jaar zo van zulke mooie bomen zomaar gekapt worden. Daarom. Ja, het doet gewoon pijn. Het is echt om te janken. We hebben echt letterlijk staan janken. En hoe lang denk je nog te blijven zitten? Nou, ik heb niet de intentie om het rooien tegen te gaan. Helemaal niet. Maar ik wil gewoon een statement maken. Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag. Hoe lang ik hier nog blijf zitten? Nou, misschien een paar uur. Dan ga ik er weer uit. Dan ga ik er morgen weer in. Ik heb morgen een vrije dag, dus... Ja, we kijken wel even. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat ik me aan een boom vastmaak met een ketting. Dat is heel makkelijk. En ik heb kettingen genoeg, dus. En ik kan het heel lang volhouden. Nou ja, het is niet alleen voor ons, hè. Ik bedoel, ik zet mijn tijd hier wel uit. Maar het is ook voor onze kinderen. Het is voor iedereen een probleem, het stikstofprobleem. Dus we moeten stoppen dat die weg breder wordt en iedere boom hier laten staan. Kijk, iedere boom geldt op het moment. Nou, hoe ver wilt u eigenlijk gaan? Nou ja,
Heel ver? Ja, heel ver. Dat weten we nog niet, maar ja, desnoods keten we ons gewoon vast. Ja, zeker. Ja, vreselijk. Het is zo beeldbepalend. Hier komen zeldzame vogels voor en vleermuizen. En het gaat allemaal verdwijnen. Het is gewoon een ramp. Het is gewoon heel erg. Wat u hier ziet, deze prachtige waterlijn met al die bomen, dat gaat allemaal verdwijnen. Dit hier is straks weg. Dit is kaal. Ik vind het belangrijk dat de natuur behouden wordt. Vooral zoals dingen als pretparken en zo, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. En ze zeggen wel dat expats het heel graag willen, dat dan goed zou zijn. Maar vandaag heb ik eigenlijk heel veel mensen gesproken die liever het bos willen. En dus liever iets van natuur. En helemaal niet iets van in plaats van handgemaakt door mensen. Ik ben hier opgegroeid. En ik bewaar hele goede herinneringen aan dit bos. Het is een hele fijne plek om te komen, omdat het een soort ongerepte natuur is. En dat is dus die rust die ik zoek. En met deze plannen wordt dat nu allemaal teniet gedaan. Want er gaan 450 bomen om. En ze willen er gewoon een soort pretpark van maken. Ze geven me rust. Ze zorgen dat de lucht gezuiverd is. Ze koelen de huizen. Er zitten ontzettend veel insecten in, waardoor er dan weer vogels op afkomen. En dat raakt me. Maar het maakt me ook strijdvaardig. Ik denk graag in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Dus waar we voor gaan zijn 40.000 handtekeningen, zodat we een burgerinitiatief kunnen opstarten en naar Den Haag kunnen gaan, zodat het opnieuw bekeken wordt in de Kamer. Want in deze tijden is het gewoon not done. En anders komen ze gewoon even lekker in het park rondlopen. En om te zien, maar ook vooral om te voelen wat die bomen voor ons doen. Nou, dit is volslagen onnodig geweest. Dit is zonder afspraak gegaan. En hier wordt maar kaal geslagen alsof er niets aan de hand is. Dit is een van de diepst treurige dagen van het Amstelpark. Afgelopen woensdag hebben alle omwonenden een brief ontvangen met de aankondiging dat er bomen zouden worden gekapt. En dat zou vandaag, twee dagen later, plaatsvinden. Hoezo netjes communiceren? Maar we blijven waakzaam. Eén ding is duidelijk, de bomen gaan niet weg. Dit kan niet. Snoei ze. Er is best wel gevaar voor bepaalde bomen, maar snoei ze op een beheerste manier en dat weigeren ze. En volgens mij zitten daar gewoon financiële redenen aan dat ze dat weigeren. Er staat zelfs in het rapport dat de twee vormen van snoeien supergoed kunnen. En wat doen ze? Ze kappen ze allemaal. Ja, dat realiseer ik me en daar ben ik ook heel verdrietig over. Het is verschrikkelijk, al dat bodemleven. Alles wordt vernietigd. En het is zo ontzettend waardevol. Dat klimaatakkoord, dat heeft juist gezegd, er moet bos bij. En dan gaan ze hier in Amsterdam kappen. Beetje de wereld op zijn kop. Dus niet laten gebeuren. Ik hoop dat iedereen de petitie tekent. Dit is een stukje erfgoed waar we allemaal heel erg trots op zouden moeten zijn. En heel belangrijk om dat te bewaren. Die bomen die mogen helemaal niet gekapt worden. Tenzij er een maatschappelijk verlangen is om die bomen te kappen. Of omdat ze gevaarlijk zijn. Het is toch volstrekt niet meer van deze tijd waarin natuurwaardes en belang en klimaat zo hoog in het vaandel staan. Dat we zo met droge ogen toekijken hoe deze 42 bomen van 150 tot 200 jaar oud zomaar geveld worden. Omdat iemand achter een tekentafel dat bedacht heeft, nou, dat lijkt mij volstrekt niet aan de orde. 17 gigantische bomen zijn gisteren omgezaagd. Met zo'n enorm geweld. Het was echt. Ik werd er gewoon echt fysiek onwel van. Echt misselijk van. En als je zoiets ziet gebeuren, dat gaat zo tegen je natuur in. Dat
zulke grote levende wezens die dan omgaan, ja, dat is echt heel naar. Ik durf te zeggen dat we door weer een stuk van ons stadspark, notabene het oudste park van Nederland, af te pakken, we in feite keihard achteruit aan het lopen zijn. Het schrijnende is dat we in het huidige tijdperk waarin de natuur wereldwijd klap na klap moet incasseren, gewoon doorgaan met het verwoesten van de natuur om ons heen. Ja, ik word er stil van. Ik snap het niet. Het is zo belangrijk dat we de bomen laten staan en laten groeien. Juist nu. En dan worden ze weggehaald. Dus. En morgen? Ja, morgen ben ik in rouw. En nu heel verdrietig. Morgen. Ik wil er niet over nadenken. We houden een wakend oog op het bouwproces en blijven ondertussen nog eraan bezig om de natuur te inventariseren. Al is het alleen maar om aan toekomstige generaties te laten zien hoe uniek en waardevol het Amstelpark is. Bedankt allemaal en onze excuses aan de bomen hier. We hebben het geprobeerd.